gloednieuwe extra video. Vandaag ga ik jullie uitleggen wat treinspotten nou eigenlijk is. Ik krijg heel vaak de vraag van mensen, ja oké, je bent treinspotten, maar wat doe je dan? En hoe werkt dat? En wat vind je er zo leuk aan? Nou, dat ga ik allemaal deze video vertellen. Veel kijkplezier, doe alvast een duimpje omhoog, abonneer je beneden en laat een leuke reactie achter waarom jij treinspotten bent geworden. Ik ben deze video niet alleen, ik ben samen met Lucas. Goedemiddag. Het is treinspotter Bussum, hoe heet het? Treinspotter Bussum. Nee, ja. Ik ben mijn eigen hout. Lucas. Welk station zijn we nu? Wij staan nu op het hele mooie Naar de Bussum, gebouwd in 1826. Oké. Okay. Heeft dit. Dit heeft ook gediend in de Tweede Wereldoorlog voor jodentransport. Oké. Okay. Richting Auschwitz. Oké, okay, nice. En, deze video gaat voornamelijk over wat is treinspotten. Kan je dat voor mij even een beetje samenvatten? Zeg maar treinen filmen en fotograferen. En vooral zoek naar je hobby treinen, waar je het leuk vindt. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen hierdoor, maar dit echt niet. Ik zet er wel ondertiteling door onder dit stuk. Ja, komt het is goed. Zo. Deze heeft een beetje last van het Piet Rem syndroom. Oké, okay, maar wat is het nou voor trein? Dit is een SMG Cav 17, gemaakt in Spanje. Oké, okay, nice. Deze is overgetransporteerd per boot. En dan? In Spanje. Ja. Maar vertel eens, hoe is het voor jou begonnen? Het is voor mij begonnen hier verderop bij de brandweerkazerne. Want we zijn naar de bus. Maar met een werk die zei tegen mij van ja, Lucas, misschien moet je eens een keer naar de treinen gaan kijken daar. Het is niet begonnen eigenlijk. Oké, okay, en als treinspotter zijn, kijk, ik ben er zelf ook een, ik snap het wel. Ja. Maar voor de kijkers die denken misschien, ja, wat is er nou zo mooi aan de trein? Ja, ik zelf weet het wel, maar de kijkers niet. Ik vind het systeem wat erachter zit. Ja. Een stukje techniek. Ja, maar vind je dan ook de lengte machtig? Ik vind het lengte. Of alleen de techniek? Of alleen de techniek? De techniek en de lengte eigenlijk. Heel ja, maar kijk, ik ben als treinkennende ook wel van de losse lokjes. Dat zijn natuurlijk hele korte treinen. Wat vind je daar dan ja, van? Losse lokjes zijn ook leuk, als ze maar speciaal zijn. Ja. Zo, en wat is in jouw definitie speciaal? Losse 1700 bijvoorbeeld van NS. Daar zou ik nu een foto van inplakken naast zijn hoofd. Dat heeft vroeger heeft dat de DDAR, de DDM getrokken. Ja, klopt. Het was een trek, dat was een trek duwsamenstelling. En net zoals bijvoorbeeld de Intercity Direct. Ja, wat doen met ICR of ICRM rijtuigen? ICR, ja, ICR ook. ICR staat voor Intercity rijtuigen. Klopt. En de M is voor? De gemoderniseerde. Yes. En kijk, we weten natuurlijk allemaal je bent treinspotten, maar denk je hier nog lang mee door te gaan? Ik denk er zeker nog lang mee door te gaan, dat ik er ook mijn werk van wil gaan maken. Ja, zeker. Zou je er zonder kunnen? Oké, okay, maar stel dat op een dag de regering bepaalt geen treinverkeer meer. Dan ga ik in protest. Ja. En als je dat verliest? Dan heb ik het tenminste als les gegaan. Oké. Okay. Heb je thuis ook modeltreinen of iets dergelijks? Ik heb zeker model 2, het zijn inmiddels 3 treinen. Vertel. Een TGV heb ik rijdend. Ja. 6 bakken. Ik heb een Thalys rijdend van 4 bakken. En een mat 54, 2 baks. Leuk, en je zegt mat 54, wat houdt dat in? Dat is de voorloop van de apenkop. En mensen kennen die weten dus de hondenkop natuurlijk. De hondenkop is dus het voorlopend broertje van de apenkop. Maar de apenkop kreeg heel vaak de naam de hondenkop. Klopt, zeker. Alleen, ik liet hem gisteren aan mijn opa zien, die zei dat is de hondenkop. Ik dacht, nee opa, dat is geen hondenkop. Ja, en toen liet ik een foto van de echte hondenkop zien, zei hij, oh ja. Nee, ik snap het. Het verschil erin is het dubbele pantograaf. Sommigen niet eens. Ja, wel, het zijn mat 54 met dubbele pantograaf. Sommigen hadden ook enkele. Zeker. Ja, de mat 47. 57. Ja, maar dat is letterlijk hetzelfde. Dat is Benelux. Ja. Dat was één groot ellende, maar oké. Okay. Ja, die zitten ze ook weer aan het reviseren volgens mij. Ja, klopt. Het is een tweedelige, ik weet niet precies het nummer uit mijn hoofd. Twee, nog wat. Kijk, het alleen de twee. 8 nog wat, ja. 2087 was het helemaal. Nee, het waren 6 nummers volgens mij, maar dat maakt niet uit. Maar heb je al enige ervaring qua werk in de spoorwereld? Zeker wel. Ik loop nu stage bij een modelspoorcentrum. Ja. Dan loop ik tussen de treins, daar repareer ik ze.
testen, denk ik ook. Testen, zeker. Zeker. Oké. Okay. Dan heb ik ook wat beeldmateriaal. Dat komt als ik heel lief kijk, komt dat er ook in. Dat kunnen we wel regelen. Dat komt goed. Dan stuur ik dat per trein stuur ik het door. Ja, via de posttrein, hè? Ouderwets. Ouderwets, ja. Maar kijk, in Nederland hebben passagiers en natuurlijk ook goederenvervoer. Ja. Wat spot jij liever? Ik spot wel liever goederen. Oké, en wat maakt dat zo mooi? De lengte. Gewoon 600 meter lang aan goederen. Ja. Oké, ik vind het zelf, goederentuin ook hartstikke leuk, maar ik vind de diversiteit die het met zich meebrengt. De type lok, het is zoveel veelzijdiger dan een S-trein of zo. Ja. Ja, het is veel meer, het verandert elke keer. Ja. Dit is de sprint naar Utrecht. Naar Amersfoort. Ja, nee. Nee, naar Amsterdam. Nee. Amsterdam, ja. Oké, even dat terzijde. Heb je nog vragen aan de kijkers van hoe zij begonnen zijn of iets dergelijks? Ja, maar hoe zijn jullie begonnen? Wat heeft jullie aangestoken? Nou, laat even weten in de comments. Komt nu mijn verhaal. Oh, wat vindt u van dit hele mooie station? Ja, nice, authentiek, mooi stationsgebouw. Ik heb een paar vragen voor je. Sinds wanneer ben je hier al mee begonnen? Sinds mijn vierde levensjaar op station Hilversum Noord, wat nu tegenwoordig het Mediapark heet. Ja. Ben ik met mijn oma wezen treinen kijken die tijd noemde dat. Ja. Toen stopte daar nog een DDR, MAF 64, gewoon dat oude spul zeg maar. Want je bent nu? Ik ben nu 19. Dus dat is inmiddels alweer 14 jaar geleden. Ja, zeker. Nee, correctie, 16 jaar. 15. 16. 15. 16. 15. Nou, wat vind je daar eigenlijk interessant aan? Aan wat? Aan de treinen zelf. Wat fascineert je? De variatie. Vooral de variatietechniek en ook de afwisselende lengte. Hoe ze zo'n groot, ja, massief ding zo snel op snelheid kunnen houden en weer terug op snelheid te houden, zeg maar. Ja, ideaal. Ideaal, want je bent zo in principe. Dat is ook waar. Duurzaam, goed met voor het milieu. Dus. Ja. Zou je later iets aan bij NS willen doen? Zeker. Wat zou je later willen worden dan? Nou, later. Ik begin over 2 maanden onder conducteursopleiding. Zo. Dus later is al heel dichtbij voor mij. Dat is zo. Wat wil je later worden? Dat, ja, dat is in 2 maanden al. Zo. En dan hoe lang duurt de opleiding? 2 tot 3 jaar. Maar ik ga van 3 jaar uit, aangezien ik ook autisme heb. En niet heel sociaal ben. Ja. Er komt even ja, we gaan rondom en boeien. Dus okay, het zou op zich wel zo kunnen zijn dat jij als kijker mij wel eens tegenkomt, ik gewoon niet tegen je praat. Niet omdat je niet mag, maar omdat ik gewoon niet sociaal ben. Weet je dat ook gelijk? Kijk, soms loop ik wel gewoon naartoe. Ja. Komt even een ICM langs. Dus. Gaan we gewoon doorpraten. Ja, zeker. Kleine onderbreking. Kom een tijdje langs. Ja. Heel boeiend. Waar waren we gebleven? We waren gebleven bij de goederentrein. Wat vind je daar nou zo interessant aan? Wat ik aan de goederentrein interessant vind. Eigenlijk alles. Het klinkt heel, ja, stom. En wat bedoelt u met alles? Maar echt alles vind ik leuke goederen. De variatie, de lengte, de belading. De soort lok die ervoor zit. Je hebt nooit dezelfde goederen. Bijna nooit. Ja, enkele keer. Als de losse lok is, moet het wel dezelfde zijn. Nooit. Maar met lading is hij bijna altijd anders dan de rest. En dat maakt het zo mooi voor mij. Qua bedoel je dan bijvoorbeeld? Want qua, kijk, wat is je favoriete shuttle? Of je shuttle? UC? Ik vind UC'tjes heel mooi. Voor degene die dat niet weet, het zijn gemengde goederentreinen. UC staat voor Unit Cargo. Het zijn gewoon, dan heb je dit, dan heb je dat, dan heb je dat soort wagens. Dat moeten ze allemaal naar dezelfde plek? Nee. Zeker niet. Het is gewoon een soort van stoptrein, maar dan voor goederen. De ene gaat daarin, de andere gaat daarin, de andere gaat daarin. En welke shuttle ik het leukst vind? Ik denk wel, ik heb er denk ik wel 2 die ik wel heel interessant vind. Ik vind de Katie shuttle mooi. Het zijn allemaal dezelfde containers namelijk. Ik noem ze ook wel de blauwe muur. En ik vind de, god weet het nou, Gent-Mortara shuttle heel leuk. Want er zit soms, als je geluk hebt, een Classic 66. Sowieso. Zeker. Ja, mooi. Ik vind die Classic 66 vind ik ook mooi. Want kijk. Dat is ook als je, mijn favoriete lok. Als je uit 1 lok mag kiezen die niet gesloopt mag worden. Classic 66. Dit is een heel snel antwoord. Ja. Wat vind je eigenlijk van de SCG? Yeah. Beverwijk. Stuur daar maar heen, dat is ook. Oh, komt toevallig geen minder rijden. En dan, wat vind je van de SLT's? Die vind ik beter. Want waar staat SLT voor? Sprint and Light Train.
En die... En vroeger zat er nog een eten zich gepropt, waardoor je dus slet had. Maar ja, dat maakt even niet uit. Dat mogen wij niet zeggen. Nee, en NS heeft dat ook binnen 2 weken al volgens mij alweer afgeschaft. Want dat stond namelijk voor Sprinter Light Electric Train. Ja, dat ging ook niet. Maar ja, SLT, ook prima. Ja, precies. Ik ken hem ook niet anders dan SLT, hoor. Nee, ik ken hem nog in slet tijd, Perry. Ja, ik heb hem natuurlijk wel eens gezien, maar ik noemde hem toen niet zo. Nee. Dit is trein nummer 3029 die even komt binnenrollen ter naar de bussen. Ja, kan me heel gauw weer weg ook. Ja, ja zeker. Heb je nog meer vragen voor me? Ja, zeker. Wat vind je dat de ICM er over 2 jaar uit is? Jammer. Ik vond het fucking mooi materieel. Het zat lekker. Ja, je voelde alsof je echt in de trein zat. Bij dit denk je als je in een metro zit. Ja. Het ICM voelde echt als een trein. Hij schudde. Hij maakt de lawaai, dat is een trein. Klopt, ja, is een wasmachine. Ja. Nee, heb ik van andere mensen gehoord. En de DDZ. Ja. Is ook een trein, maar ook wel weer niet. Het is zeg maar net een torpedo. Ja. Lijkt net op. En nee, dames en heren, het is geen perfect springmateriaal, kan ik jullie vertellen. Nou, het is wel plat, maar dat gaan we niet doen, jongens. Dat mag niet van ome Lucas. Ja, daar zul je de barrelbak weer hebben richting Beverwijk, hoor jongens. Ja, volgens mij gaat hij ook toevallig richting Beverwijk. Nee, hij gaat naar Vathorst. Ja, dat weet ik. Nee, Hilversum Noord is dus voor mij begonnen. In City Berlijn. Tot even langs. Wat zijn mooie dingen. Juist. De langste Nederlandse internationale trein vanuit Hannover. Met een spot van 3 dobbeltjes nog een leeg, maar is er Berlijn ook? Ja, die gaan maar tot Utrecht. Nee, tot Amersfoort. Nee, ook niet. Ik heb het vandaag zat gezien. Maar hier waren, dit weekend waren hier werkzaamheden volgens mij. Ja, zoiets. Amsterdam lag er helemaal uit. Maar dat terzijde, heb je nog meer vragen voor me? Nee, dat waren ze eigenlijk wel. Okay. Heb jij nog vragen voor mij? Nou, eerder voor de kijkers, want Lucas ook al eerder had verteld. Waarom zijn jullie begonnen met treinspot en wat vinden jullie eigenlijk het mooiste? Maar dan heb ik nog 1 vraag aan jullie kijkers. Wat is het beste station van Nederland? Maakt niet uit of het de spotten gaat, of het de uitstraling heeft, of de, ja, hoe heet dat? De routeligging. De wegligging, hoe het bereikbaar is. En dan hebben we dan tellen we ook overwegen erbij, dan hebben we het extra breed. Ja. Zoals Lage Zwaluwe, die heeft stom aangepakt, maar wel handig. Ja, maar het station Lage Zwaluwe ziet er heel debiel uit. Ja, dat zeker. Het is zeg maar een soort van Bussum Zuid op anabolen. Ja. Het lijkt er wel op, ja. Ja, en dan komt nu dus het filmpje. Hoe word je treinspotter? Veel kijkplezier. Nou, daar ben ik weer na een heel lang interview van onze topper Lucas. Geen enkel probleem, jongens. Met alle liefde. Abonneer nogmaals even op zijn kanaal. Doe het alsjeblieft. Ik zal een linkje in de beschrijving zetten. En nu komt dus het stukje hoe word je treinspotter. Nou, dat is eigenlijk best simpel. Ga op het station staan en film een paar treinen. En lijkt je het leuk, doe het meer. Investeer in een camera. Investeer in een betere telefoon zoals ik heb gedaan. Ik heb thuis 2 kamers liggen en deze goede telefoon. En jij, Lucas? Ik heb thuis een Canon liggen. En ik gebruik meestal mijn telefoon. Maar mijn Canon is nu heel even kapot, helaas. Die heeft issues met de batterij. Daarbij heb ik nieuwe batterijen voor besteld. Oké. Welke Canon is dat? De Canon 100D. Oké. Ik heb een EOS 350D. Ja, laat maar. Dat kunnen we niet zeggen, elkaar. Zoek een rustig station op. Niet in Amsterdam Centraal. Daar, als je daar begint met spotten. Zo, goedemiddag. Dan word je aangevlogen door Paris, ik zweer. Dat is niet heel chill of zo. Ik zou gewoon naar de bussen, Mediapark, Lage Zwaluwe of... Heel station naar de bus. We zijn ook gewoon uitgestorven. We zijn ook de enige. Weet je wat er staat? Helemaal niks. Nee, en kijk gewoon treinvlogvideo's. Misschien van mij, Julien, Bart Kromwijk, I don't care wie. Daar leer je veel van. En ik zal ook een video even aanbevelen. Dat is NS. Nee, dat is treinnaamgeving en onderscheid. Dat is een video van geen idee meer wie. Die legt je haar fijn uit wat de treintypes zijn, hoe ze eruit zien, hoe je ze apart van elkaar kan houden. Dat is echt een aanrader om die te kijken. Dus ik zou dat zeker doen en daar sluit ik deze video ook mee af. Hartelijk dank voor het kijken naar deze extra video van Treinspotter Bussum en van mij
En ik hoop dat ik jullie gewoon weer een keer zie op het station of zo. Lijkt me leuk. Jojo.